op, mijn broeder! Gratina, wir machen keine Zustände, ne? Wir sprechen aber später. Jetzt nur gucken. Ja. Wenn wir sehen, ne? Ja. U bent meneer Bressler? Regisseur Harry Bressler, mevrouw. Dat is... De Poolse dame. Gratina Andrescia. Dat is een vreselijke vergissing. We mogen binnenkomen. Duurt maar heel even. Wat is dat die rechter, meneer Rieding? Meneer Zuilinga. Christina, nein, das geht nicht so. Es kann nicht so sein. Du schaffst es. Zie vandaan, regisseur. Nou, maar dat klopt toch niet met de informatie die ik heb gekregen. Nee, we hadden afgesproken dat u mij die informatie zou doen toekomen. Dat was... Haal je tas maar, we moeten zo weg. Dat is goed. Oké, dan wacht ik daarop. Ja, daar. Laat je niet kisten door een paar chagrijnige leraren, hm? Laat je niet kisten, zeg ik. Dag, mam. Skila. Heb jij er ooit van gehoord? Wie kan het zijn? Zweedse zangeres. Hm? Had jij niet al ontbeten? Hm? Of gewoon Skila. Wat? Ja, tussen twee gevaren. Je weet wel, Skila en Charybdis. Nou, Skila is met al die kop en poten. Nou, dag. Dag. Lukt het een beetje? Nee. Wat doe jij op plaatsen waar de kogels je om de oren vliegen? Ik zal het nooit meer doen. Je bent toch geen agent? Je bent officier van justitie. Hoe is het eigenlijk met dat Poolse meisje? Was dat nou haar baby die detective heeft opgespoord? Ja, dan houdt Ruart zich mee bezig. Ruart, gaat hij met de Poolse trouwen? Ja, je weet maar nooit. Pik jij de vanmiddag op? Oh, ik heb een afspraak met Bilderdijk. Oké. Wat is er dan met Ruart? Nou, volgens mij is hij nog volledig bij zijn verstand.
Hey. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruwa Talsma, hoofdinspecteur. Dit is rechercheur Bressler. Betty de Wit. Hoofdinspecteur. Nou, dan komt u toch echt voor niks. Ik heb het al aan een collega uitgelegd en aan dat arme Poolse kind. Maar het is niet via ons. Die familie, hoe heet dat echtpaar ook alweer? Zuidinga. Ja, dat is hier ooit geweest. Maar wij hanteren nou eenmaal bepaalde regels. En ze kwamen absoluut niet in aanmerking voor adoptie. Tragisch voor hen, maar... Nou, dat lijkt me toch sterk. Johan, kan je even komen? Ons papier, mijn handtekening. Alleen ik heb dit niet getekend. En het zit niet in ons verstand. Johan Gerrits, dit zijn heren van de politie. We hebben een probleempje. Misschien begrijp jij hier iets van? Dat soort formulieren haal je toch niet op het postkantoor? Iemand heeft het ingevuld. Daar heb ik helemaal niks van. Hier weet ik helemaal niks vanaf. Ja, er worden wel baby's aangeboden voor adoptie uit die Oostbloklanden, maar dat gaat allemaal legaal, via de gewone wegen. Dit kan helemaal niet. Moet ik het zelf maken? Die detective heeft een kapitaal gekost. Wat wil ze nou nog meer? Haar kind terug. Van die rijke stinkers? Nou, vergeet het maar, daar kunnen we nooit tegenop. Maar ze is mijn zus. Ja, en de visum verloopt. Ze moet gewoon terug naar huis. Volgende week rijd ik weer op Polen, ze kan zo mee. Leg het er maar uit. Als het over onze kind was... Ja, dat zouden ze eens moeten proberen, zeg. Elsie, wat kan ik nou nog meer doen? Ik weet het niet. Wacht even. Geen vrolijk nieuws. Meneer Gerrits, doet u ons een plezier? Gaat u even mee? Nee, ik heb... Alsjeblieft, gaat u even mee. Het is voor u net zo'n verrassing als voor ons. Gaat u even mee? Ik heb hier... Gaat heb... u maar even. Dank u wel. We zijn Gerrits kwijt. Hij stond niet op de afgesproken plek. Hij duikt wel weer op. We weten waar.
willen alleen informatie. Een officier van justitie op straat, daar krijgen ze de kriebels van. Ik ook. Niels van Mulder? Ja, in het ziekenhuis. De kans dat u ooit bijkomt is 5%. Maximaal. Is 5% te veel? Ik wil je hele verhaal. Zwart op wit. Hoe die kindersmokkel in elkaar zit, welke rol jij erin speelt en vooral welke organisatie erachter zit. Ja, ik wil best praten, maar ik heb mijn voorwaarden. Hier gaan we naar de hoofdofficier van justitie. Maar een deal kost tijd. We bergen je veilig op. 2 telefoontjes. 1 naar je kantoor en 1 naar je vriendin. Harry hier blijft bij je. En wat is er nou? Als ik Jannie maar kan zien. Jannie is mijn dochter. Ze ligt in het ziekenhuis. Ik ga daar elke dag naartoe. Lijkt me niet zo verstandig. Ga nou maar, je hoort nog van me. Ik heb hier meer over gehoord. Niet alleen van Talsma. Noemen ze zichzelf zo? Skilla? Soms zijn die criminelen net zo ijdel als politici. Inclusief hoofdofficier van justitie bedoel je? En commissarissen? Ik heb niks tegen hogerop willen komen. Ik wil er alleen niet voor gebruikt worden. Je hebt toch geen problemen met het nieuwe beleid? Kleine Younes is ook jullie idee. Ja. Omdat we dingen als het IDT met 500 man de mist in hebben zien gaan. Het geoude hoer is niet van de lucht en binnen no time is het hele zaakje zo lek als een mandje. Nou. Kleine units zijn prima. Als ze ongestoord hun werk kunnen doen. Zonder dat allerlei mensen hen in de weg lopen. In de hoop met de eer te kunnen gaan strijken. Ik hou alleen maar een vinger aan de pols. Natuurlijk. Is die Talsma beschikbaar? Mm-hmm. Alleen heb ik geen behoefte aan nog meer parlementaire enquêtes. Die zijn niet alleen aan ons te danken. Oh ja. Talsma stelt natuurlijk zijn eigen groep samen, maar ik weet zelf ook nog een heel geschikt iemand. Is dat een probleem? Ze zitten in Gorkum. Ik zal het doorgeven. Wat wordt het eigenlijk? Nummer 13. Geluksgetal. Mag het hopen. Hey, Pauli. Heb je zitting? Nee, ik ben atoomgeleerde. Dit is alleen maar voor het carnaval in een bos. Je bent een beetje knorrig. Eerder een beetje droevig. Ik zie jou alleen nog maar als we elkaar per ongeluk in een gang eens per jaar tegen het lijf lopen. Ja, dat zou ik ook wel eens anders willen. En bovendien gaan we in een Poolse trouwen volgens Jesse. Wauw, eindelijk. Hey, heb je er nog iets aan kunnen doen? Nou, er zit misschien meer achter dan alleen maar een onnozele handlanger die op eigen houtje een ton probeert te verdienen. Ja, we moeten sowieso eerst maar eens bewijzen dat die baby echt van die pols is. Ja. Trouwens, hoe is het met Adriët? Die loopt nog eens tegen een verdwaalde kogel op. Ze moet overal zelf bij zijn. Ja, dat is dat eigengereide karakter waar jij en ik zo dol op waren. En nog. Misschien moet jij maar eens met haar praten, Ruart. Naar mij luistert ze wel? Een echtgenoot, die praat toch alleen maar uit eigen belang. Een goede vriend daarentegen. Mm-hmm. Ook uit eigen belang. Ik zie je. Ja. Ja, ik weet dat wij geen deals kunnen maken. Maar we hebben hem in de tang. Voor kindersmokkel. Heet Gerrits, is bereid om te praten. Is het Skilla daarachter? Vermoedelijk. Trouwens, het zijn allemaal vermoedens.
Vage tips. Geruchten. Het is groot. Ze doen overal in. Niemand heeft er grip op. Dit komt niet van die Gerrits. Nee. Politiemensen doen soms overdreven geheimzinnig over hun bronnen. Niet zonder reden. Wil je er zelf achteraan? Klein team. 5, 6 man. Je hebt de vrije hand. En de zegen van de korpsleiding. Ik wil zelf mijn mensen kiezen. Ik wijs een officier aan. En ik hou zelf toezicht. En de korpsleiding had, dacht ik, nog een kandidaat voor nummer 2. Ik heb al een tweede man. De hiërarchie is jouw zaak. Het is trouwens een vrouw. Rebecca de Leeuw heet ze. Ze is inspectrice in Gorkum. Nooit van gehoord, nee. Je krijgt het dossier. Ze schijnt goed te zijn. Je kunt onderdak in Post Zuidhaven. Nog steeds niet gesloopt? Het lijkt me de laatste plek waar ze een speciale unit zoeken. Toch? Michael, ze zijn nou helemaal gek geworden. 3 keer raaien. Nieuwbouw is definitief van de baan. We worden hier begraven. Nee, het is erger. We krijgen zo'n speciale recherche-unit. Ze vorderen de hele bovenverdieping met ingang van ongeveer heden. Hoe bedoel je met ingang van ongeveer heden? En wij dan? De recherche moet maar zo lang beneden naar de hoorkamers. Zeg, ben jij niet goed? Jij was hier toch de baas? Ja, met de nadruk op was. En waar moet ik mensen verhoren? Op de wc soms? Jij bent niet de enige die hier wat kwijtraakt. Het gaat om de hele bovenverdieping. Kan je er niks tegen doen? Ja, wat? Staken? En als dit in de fik vliegt? Dat heb ik niet gehoord, Judy. Een tijdje in een bouwkeet, we krijgen een nieuw pand en de unit zit al lang weer ergens anders. Ik heb geen behoefte aan dit soort geouwe hoor. Zelfs niet van jou. Ik denk niet dat ik de enige ben die op het idee komt. Moet ik het ze zeggen? Nog niet. Ik ga eerst herrie schoppen. Dat doe je al 6 jaar. Ik kan ze geen moer schelen, dat weet je net zo goed als ik. Het was dus toch Skilla. Dat is toch waar je aan werkte? Ik werkte met een stel rechercheurs aan een bende die zich bezighoudt met gestolen kunst en antiek. Het woord Skilla kwam van een van de verdachten. Nou dan? Ik wist niet eens wat het betekende. Hij werd neergeschoten voordat hij het kon uitleggen. Wij denken dat dat meer koppen heeft dan alleen maar kunst en antiek. Het is praktisch een dagtaak. Ik maak je er vrij voor. Jij hebt toch niet toevallig met mijn man gesproken? Met Paul? Waarom zou ik? Oh, die ziet mij graag veilig achter een bureau. Groot gelijk. Jij bent officier van justitie. Opsporingsambtenaar bij uitnemendheid. Jij geeft leiding aan een onderzoek en dat doe je vannacht in je bureau. Het wordt tijd dat je eens vergeet dat je bij de politie vandaan komt. Ja, meneer. Die verdachte, die leeft nog? Mulder. Ligt in het ziekenhuis. Als hij praat, is je team meteen een stap verder. Ziet er voorlopig niet naar uit dat we hem kunnen verhoren. Ik verwacht dat je me continu op de hoogte houdt. En Adriana, alsjeblieft. Die units hebben altijd van die vrijbuiters neigingen. Dat hebben we zo vaak gezien. Hou ze in godsnaam een beetje in de hand. Is er al een teamleider? Ja, een hoofdinspecteur. Ruart Talsma. Kan ik erover nadenken? Ik moet het snel weten. En als je het er goed afbrengt, telt dat zwaar mee. Niet alleen voor jou, ook voor mij. Joop. Narcotica zei dat je hier zat. Sinds 2 weken. Dus dit is beter dan die caravan.
Ja, maar dat mag ik niet zeggen waar Joop bij is. Joop en ik bespreken hier de toestand in de wereld. Hé, Joop, roep hem maar als er weer oorlog is. Ik ben hiernaast. Het is dus niet gelukt. Met Betty? Nee. Hoe is het bij narcotica? Reddend zwemmen. Ik ga maar eens richting Maastricht. Leuke functie. Deze stad brengt alleen maar ongeluk. Nou, vertel op. Ik zoek voor een speciale unit een tweede man. Ja, tweede man, dat was ik bij Betty ook. De hogere goden schuiven er ook nog een Rebecca de Leeuw tussen. En dan moet ik mee in de clinch. Kijken wie de baas is. Come on, Ben. Zie je, dat is een uitdaging. Wauw. Het zijn grote jongens. Ik voel me een stuk safer met jou erbij. Moet je Schwarzenegger nemen. Weet je wat ik van je krijg? Nee. Koppijn. Ik ben politieman. En ik loop liever met mijn verkeersfluit over de straat. Dat het over mijn knieën de manipulaties en kijken wie de langste pik heeft. Ik heb de IRT-affaire nog meegemaakt. Dat is verleden tijd. Het zijn wel dezelfde mensen. Ik denk dat je heel hard aan deze klus toe bent. Oh ja? Ja. Voordat de mensen op straat tegen me zeggen... Die kleine, miserige, grijze man... Is dat niet Ben Govers? Ik zie hem. Dat nummer heb ik geprobeerd, maar dat was hij ook niet te bereiken. Nou, dan geeft u me dat maar even. Ja? Dank u wel. Eindelijk, ik zit al hartstikke lang te wachten. Hé, hey, hoor eens even jij. Waarom maak jij je zo druk? Vind je het gek? Ik moet morgen beslissen. Dat kan niet zonder dat je met Ruud praat. Vind jij van wel dan? Nee, ja, wat is beter dan werken met Ruud? Precies. Als Bilderdijk dat wist, dan had hij me nooit gevraagd. Die is als de dood voor concies. Ach, Bilderdijk. Bilderdijk die wil alleen maar procureur-generaal worden. En minister. Het gaat niet om Bilderdijk. Het gaat om Ruud en mij. En jou. Ik wil niet dat onze vriendschap in gevaar komt. En dat gebeurt als de een de ander op zijn vingers gaat kijken. We zien hem zo wat nooit meer, Ruud. Eigenlijk sinds hij van Anker gescheiden is. En die zien we ook niet meer. Iedereen heeft het druk. Ja. Dat is de pest van de wereld. Hè? Niemand heeft nog ergens tijd voor. Weekje zeilen in Friesland zouden we elk jaar doen. Weet jij nog wanneer het de laatste keer was? Ik wil alleen mijn werk doen. Ik wil afspraken maken en ik wil dat hij dat accepteert. Ruud kan meer van jou accepteren dan wie ook. Zelfs dat je met mij getrouwd bent en niet met hem. Nou, kom op zeg. Het is toch zijn beroep? Ruud kan heus wel het een van het ander scheiden. Je ziet een probleem waar het niet is. Ik hoop het. Als jij klachten hebt, dan ga je niet meteen naar de overheid. Maar dan kom je bij mij, ja? Ja, wat ik dan krijg. Heeft deze man jou met een mes gebracht? Til overdrijft een beetje, hè, Til? Gewoon een ruzietje, meer niet. Ja, meneer. Net alsof ik thuis kom. Ik zoek inspecteur Lobit. Die deur daar. Hey, als je wilt dat wij jou helpen, zal je aangifte moeten doen. Dan mag je wel met mij mee. Straks nou is hij nog in de gevangenis, wegens mij niet. Meneer Lobit? Mm-hmm. Ik kom in verband met de bovendieping. Talsma. Komt u namens de korpsleiding? Min of meer.
Dan mag u ze min of meer dit papier van mij geven. En ze namens mij ook vragen of ze misschien hartstikke gek geworden zijn daar. Ik wacht al 6 jaar op een nieuw pand. En wat ik krijg is dat ik naar de helft van mijn oude pand mag inleveren. Ja, ik had ook liever de bovendieping van het Hilton. U kan doodvallen. Misschien dat we dit nog even moeten overdoen. Ik waarschuw u, Slijder. Goedemorgen, meneer Lobit. Mijn naam is Talsma. Mijn rang is hoofdinspecteur. U bent hier de kapitein en dit is uw schip. En het spijt me ontzettend wanneer we ongelegen komen. Maar ja, het zijn nu eenmaal de admiraals die beslissen. En die kijken niet naar u of naar mij en die vragen ons ook niet wat we ervan vinden. Nu kunnen we altijd nog een klacht in 6-fout indienen, maar mijn ervaring is dat we daar weinig mee opschieten. Mijn voornaam is Ruard. Leuk. Als je je vrienden zoekt, kan je beter een telescoop meenemen. Niet bij het raam. Zelfs hier niet. Anders moet ik de gordijnen dicht doen op klaarlichte dag. Heb je geen honger? Nee. Je maakt je zorgen om niks. Jij helpt ons, wij helpen jou. Ik ga niet in de gevangenis. Psst, ja. If you can't do the time, don't do the crime. Het is mijn dochter. Die heeft niemand anders. Gaat je vrouw er dan niet heen? Mijn vrouw is al 10 jaar dood. Het is dezelfde ziekte, het is erfelijk. Jannie heeft alleen maar mij. Ze moet naar een kliniek in Zwitserland. Heb je daarom die stunt uitgehaald? Het is duur. Ze zal niet weten waar ik blijf. Ik ga er elke dag naartoe. Ik moet het uitleggen. Hey, kalm maar, wij zijn geen onmensen. Ze heeft Gerrits opgepakt. Ze heeft een man van Seidhof. Hij gaat praten. Ik weet niet wat die mensen bezielt. Denken ze soms dat de politie beter betaalt dan wij? Seidhof? Dat regelt Garon wel. Net als met die Mulder. Ja, nog zo één. Wij zijn alleen maar safe omdat we niet afwijken van ons systeem. Omdat we niks met anderen te maken hebben en alleen maar onze eigen mensen gebruiken. Wat sta je hier nou toch op te winden? Alleen maar omdat je een officier van justitie op straat hebt gezien. Het is maar een vrouw. Misschien krijgt ze thuis niet genoeg afleiding. Ik denk dat je je vergist. 1 of 2 keer per jaar hebben we een bedrijfsongevalletje. Tot ze een speciaal team op zo'n bedrijfsongevalletje zetten. En die, het is maar een vrouw van jou, is er vroeger gevraagd als officier van justitie. Als wij in het toeval geloofden, dan bestonden we niet meer. Kan toch nog steeds allemaal toeval zijn? Je weet toch niet of dat team voor ons bestemd is? Bovendien is ze de vrouw van Paul Reading. Paultje Reading? En dat is de rechter die de politie op het spoor van Gerrits heeft gezet. Zeg jij het dan maar. God weet heeft Mulder zijn mond al open gedaan. Het kan ons de hele kunstdivisie kosten. Ze is toch alleen nog maar gevraagd? Soms is een kleinigheidje vooraf. Beter dan een boel ellende laten. Dan neem ik zelf deze oude recherche. En dan wil ik een ruimte apart voor de analist. Dat zijn computers en zo. En een hoorkamer. We hebben dit toch meer bij de hand gehad, meneer? Kijk, die analistenkamer. Als we die aan die kant situeren en dan aan de andere kant de verhoorkamer. Ik sta blijkbaar al op de lijst. Van wie hoor jij dat? Baas bij narcotica. Had er wel de smoor in. Is er nog iemand die me niet kwijt wil? Tom! Hé, dat je blij zou zijn. Wie heeft die lijst nog meer? Als je mensen laat overplaatsen, worden hun bazen ingelicht. Er is toch een lijst? Ja, voor de korpsleiding, voor Bilderdijk, maar niet voor Jan en Alleman. Maakt dat nou uit, die paar chefs? Ja, behalve de brigadier die hem uit de fax haalt. De schoonmaker die hem uit de prullenbak vist. En administratie van PZ. Ik hoor dat je hier zat. Harry, dit is Ben Govers.
Harry Bressler staat ook op de lijst. Welke lijst? Deze lijst. En, heb je Gerrits aan de praat? Hij noemde wel een naam. Seidhoff. Meer wil hij niet kwijt. Niks zonder deal. Hij wil eerst zijn dochter zien. Nou, ik mag hopen dat het de moeite waard is. Als hij ons Seidhoff geeft. Maar wat hebben wij aan alleen maar een naam? Weet jij hoeveel Seidhoffen er zijn in Nederland? Daarom juist. Misschien moet hem daarom juist over de bol aaien. Hallo? Niet zonder begeleiding. Minimaal 2 man. Jij bent erbij. Ja, 1 moment. Ruward. Adrienne Rieding. Hoi, Adrienne. Ja? Ja, dat is goed. Dan kom ik vanavond even langs. Prima. Ja. Wanneer begin ik? Ik heb een verrassing voor je. Je bent al begonnen. Hoi. Hi. Is Josine al thuis? Ze ging naar Barbara. Moet je Jesse niet halen? Ik ben al weg. Je kunt naar huis hoor. Kan zo in de oven. Lekker. Adrienne Rieding. Wie is dit? Wat? Mijn dochter? Wat is er met mijn dochter? En is goed, ik zal het zeggen. Ja, daar. Kleintje, je hebt om 7:30 pianoles. Je juf kan morgenmiddag niet. Laat hem maar thuis blijven. Waarom? Ze kan die pianoles toch wel een keer overslaan? Nou, ik heb al gezegd dat ze komt. Is toch geen probleem? Nee, ik zet er wel even af. Ik moet toch naar Maurice. Wat is er? Niks. Heb je Ruward al gesproken? Die komt vanavond langs. Heb je daar zenuwachtig over? Nee, natuurlijk niet. Nou, je hoeft alleen maar Jesse op te halen. Hm? En als Ruward nou eerder is, dan houdt Josine hem toch wel even bezig. Hé, Josine? Trek je jas maar aan. Hoe ging dat nou met die Poolse baby van de Zuilinga's? Ja, ze komen voor adoptie, ze maken geen kans. Ik vang ze buiten op, dat ik ze misschien kan helpen. Hoe vaak heb je dat gedaan? En dan? Contacten in Polen? Wie brengen de baby's het land in? Alleen Seidhoff zegt mij niks. Wat is zijn voornaam? Waar woont hij? Het veiligste voor jou is als je meteen schoon schip maakt, dat begrijp je toch wel. Ik zou horen van meneer Talsma. Dat zal vandaag gebeuren, dat heeft hij me beloofd. Hij kan niet beslissen. Dat doet justitie. En zoiets is niet in één dag geregeld. Ja, nou, dan wachten we daarop. Waarom vertel je dat nou pas? Wanneer dan? Waar de kinderen bij zijn? Wat was het voor stem? Ja, gewoon een man. Of ik met al dat nieuwe drukke werk nog wel tijd had om mijn dochter van school te halen. Nou ja, er is niks gebeurd. Misschien was het een grappenmaker.
Goed, ik maak het niet te laat, zie ik Rupert nog even. Tot zo. Kom. Kom eraan. U bent toch meneer Gerrits, de vader van Jannie? Is er wat met Jannie? Nee hoor, die ligt dan naar u uit te kijken. Maar dokter Klinkenberg vroeg vanochtend al naar u. Ja, ik kan niet. Ja, dat geeft niet. Hij is er nog. Hij wilde met u praten over een behandeling. Hij heeft uw toestemming nodig. Wat voor behandeling? Iets nieuws. Uit Amerika. Maar hij kan het beter zelf uitleggen als u even mee wilt komen. Ja, kan ik niet eerst even naar Jannie? De dokter moet zo weg. Het duurt maar even. Goed. Oh, sorry. Bent u ook familie? Wij houden meneer Gerrits gezelschap. Wilt u hier dan even wachten? Duurt echt maar even. Ogenblikje. Bent u dokter Klinkenberg? Ja. Wie zou ik anders moeten zijn? Ja, sorry. Ik heb hier meneer Gerrits voor u. Ja. In de behandelkamer. Gaat uw gang, meneer Gerrits. Jouw lieve dochter verdient de allerbeste behandeling. Dat vind je zelf toch ook? Waar is dokter Klinkenberg? Die zal er morgen wel weer zijn. Een escort wacht op de gang. Een doktersconsult, dat duurt even. Wat heb jij de politie wijsgemaakt? Jannie. Ik heb niks gezegd. Ze hebben me alleen maar opgepakt, dat is alles. Ik heb geen woord gezegd. Dat houden we zo. Klinkenberg, waarom zit die deur op slot? Dokter Klinkenberg is er vandaag niet. Is er een andere deur? In die gang? Ja, de behandelkamer. Kees, het is een brancard.
Daar gaat mijn nieuwe baan. Ruward. Ja, Harry, zeg het maar. Het is niet waar, hè? Nou, dat begint goed. Gooi er maar een celement uit. Ja. Shit. Josie? Ja, maar dat kan toch niet? Dat is toch die springhaan die ik uit de mast van mijn schip moest redden? Ja, 3 jaar geleden. Hoe is het met je? Goed. Hey, was ze goed? Hartstikke goed. Hoi. We moeten nu boek open van Cacciatorean. Oh, Cacciatorean. Ze heeft een stuk uit het vorige gespeeld, heel mooi. Je hebt zakgeld, dus grapje. Yes, rustig bij. Josien, ga jij even met hem mee? Wat is er dan? Ga nou maar met hem mee. Ja, wat is er in godsnaam gebeurd? Ik moet eerst wel bellen. Hé, hey, Jis. Wat is er allemaal met je gebeurd? Hé. Hey. Is hier. Maaslag.
Ik denk dat het alleen maar een waarschuwing was. Maar wat ik niet begrijp... Zelfs ik wist niet dat Bilderdijk haar op Juni 13 had gezet. Hoe kunnen zij het dan weten? Wie zijn dat, zij? Het zegt alles over je tegenstander. Over Skille. Ik weet niet of je dit kan riskeren. Misschien is het beter als je iemand anders zoekt. Ik ga even naar Jesse. Ja. Nou. Zo zie je elkaar nooit en zo loop je de vloer plat. Het zal ook wel niet lang meer duren als ik een ander officier van justitie krijg.